Hallo kijkers, ja, ik sta vandaag op Dalhof en ik sta nu tussen de Palantijnhof en de Veliahof in. Neven mij zit Youssef van Zavaatjes en Peter van de bonuscommissie, de voorzitter. Zo heb ik het hier bijzonders, want in 2025 dan kregen hun de eerste pilot met de ondergrondse containers. Youssef, zeg ik het goed? Ja, klopt helemaal. Daar zijn we hartstikke blij mee. Met de samenwerking tussen de gemeente, de corporaties en de bewoners van dit gebied. Ja. Wat moeten we ons erbij voorstellen, een ondergrondse container, afvalcontainer? Nou, dat de mensen in ieder geval hun afval niet meer hoeven te stallen op de balkons, dan wel galerijen of algemene ruimtes, maar direct kwijt kunnen in de ondergrondse container. Ja, maar ik neem aan dat ze het wel gewoon in een rode restzak moeten doen en dan? Rode restzak volgens mij niet meer, maar de gemeente komt daar gaat over communiceren. Ah, Oké, ja, dus je kunt bijvoorbeeld een zak en die kun je dan klik, klak en dan openen. Tenminste, ja, dat hebben we toen eens een keer. Hij gaat in een zak en hij gaat in een container. Welke kleur en welke manier, dat hebben ze ons nog niet duidelijk gemaakt. Ja, ja Peter, er was heel veel behoefte aan tussen de bewoners voor een afvalcontainer. Ja, dat klopt, want wat Youssef ook net zei, van, er wordt natuurlijk van alles neergegooid, om het zo maar even te zeggen. Eerst was het elke week ophalen, dat was nog in te schatten, maar om de twee weken heeft natuurlijk, dat zien we in Maastricht veel meer. Maar zeker bij deze flats, omdat die natuurlijk niet de ruimte hebben om het op de balkon te gooien. Of als warm weer is, krijg je allerlei viezigheid, ratten en dergelijke. Dus en een stukje mentaliteit natuurlijk. Hè. Op het moment dat het opgehaald is op dinsdag, op woensdag staan er alweer zakken. En als er één zak staat, dan denkt de bewoner van oké, dan kan er ook wel even wat bij zetten. Dus als die ondergrondse containers, dan kunnen we ook weer een beetje de bewoners daarin meenemen. En ja, ook proberen ook de leefbaarheid ook in onze wijk, of tenminste onze bewoners, te helpen daarmee. Ja, ja Youssef, ja, jullie heel blij natuurlijk ook. Hè. De bewoners ook heel blij. Ja. Gaat er nog meer veranderen hier aan deze kant van de flats? Als het goed is, we zijn bijna klaar met de Veliahof, de renovatie. En we gaan binnenkort starten met Palatijnhof met de renovatie. Dus ook daar wordt alles verduurzaamd. Dus de energielabel gaat flink omhoog. Dus dat is al een verbetering. Een andere verbetering is dat de omgeving rondom de gebouwen ook aangepakt wordt. Daar zitten we ook aan tafel met de gemeente om te kijken wat anders beter kan, klimaatbestendiger kan. Dus wat dat betreft, mooie samenwerking hier in Dalhof. Ja, super. Ja, Peter, wil je iets tegen de bewoners zeggen? Ja, de bewoners, dat we jarenlang eigenlijk een beetje aan het strijden zijn geweest om te zorgen dat het leefbaar wordt en dat de rommel echt opgeruimd kan worden. Dus laten we met elkaar proberen, als die ondergrondse containers ook zijn, ook iets moois van te maken. En wat Youssef zegt, om er weer een mooie plek van te maken waar ook het echt leefbaar is. Bewegen is van levensbelang. Ken jij die leuke sportclub om de hoek of dat sportevenement in jouw buurt? Maastricht heeft veel sportiefs te bieden. Alles staat nu op een rijtje. Ontdek wat bij jou past op bewegenmaastricht.nl.